Welkom. Als je alles serieus neemt, word je gek. Ik heb een heel bijzonder voorbeeld, een verhaal uit de krant, een tijdje geleden, over een affaire bij de koninklijke marechaussee. En ik las dat, ik dacht, nou, spannend, de marechaussee, een affaire. Dat kan van alles zijn. Misschien hebben ze geheime informatie naar de vijand gelekt. Misschien hebben ze banden met een criminele organisatie of een drugskartel op een belastingparadijs via een maffiabaas dankzij een mol. Wat is er aan de hand? Dat was allemaal niet het geval. Het bleek hier te gaan om de zogeheten snoepautomaataffaire. Bloedserieuze zaak. De snoepautomaataffaire. Die jongens waren gelegerd in Den Haag bij de Koninklijke Stallen. Dat is waar de Gouden Koets staat. En die moeten die jongens bewaken. He, dat, ja, je zit naar de koets te kijken. Het ding staat de meeste tijd binnen. Kent het verhaal, hè? Oud vrouwtje geweest. Altijd binnen gestaan. Dus die jongens zitten heel geconcentreerd naar een geparkeerde Gouden Koets te kijken. Dat is hun werk. Belangrijk werk. Goed opletten. Als het ding gejat wordt, hij gaat op in het verkeer en je bent hem kwijt. Maar je zit uiteindelijk toch gewoon naar een geparkeerde koets te kijken. Dus die jongens zaten daar en in diezelfde ruimte stond ook een snoepautomaat. En ze hadden ontdekt, als je nou op de goede manier zo tegen de zijkant van die automaat sloeg, dan ging dat ding een beetje heen en weer en dan viel er wel eens wat snoep naar beneden en dan had je gratis snoep. Dat was het. Nou, die jongens hadden daar plezier mee. Op een gegeven moment ontdekte de marechaussee dat er iets met die automaat niet helemaal goed ging. En toen heeft de marechaussee een hele interessante keus gemaakt. Ze hebben niet iemand gebeld om de automaat even na te kijken, maar ze hebben camera's opgehangen. Ze hebben die hele ruimte volgehangen met beveiligingscamera's. Niet gericht op de Gouden Koets, maar uiteraard op de snoepautomaat. Om alle snoepcriminelen op heterdaad te kunnen betrappen. En dat is gelukt. Ze hebben na maanden filmen uiteindelijk 19 jongens en meiden te pakken gekregen. Het hele bounty-kartel is in één klap van de aardbodem weggevaagd. Het was nog moeilijk om de laatste twee te pakken te krijgen. Die waren via Turkije naar Nederland uitgezet. En dan had Amerika een mailtje over gestuurd. Dat was in België. Nou, een hele toestand. Maar uiteindelijk hadden ze allemaal te pakken gekregen. En er zijn er 11 gedisciplineerd. Er zijn er 8 op staande voet ontslagen. De marechaussee nam dit heel serieus. Waar ik van schrok, de jongens zelf namen het ook heel serieus. Ik las in dit verhaal, toen las ik op een gegeven moment hier de verklaring van de moeder van een van de daders. Mijn zoon heeft een fout gemaakt. Dat geeft hij ook toe. Hij heeft aan het apparaat geschud. Alsof ze moord bekend, hè? Het heeft toch iets gênants, vind ik, dat je 20 bent en dat aan je moeder in de krant moet verklaren dat je aan je apparaat hebt geschud. Weet je, dat hebben we.